Beste mensen, daar zijn we weer met een gloednieuwe episode van Convo Talk Show. Mijn naam is nog steeds Defano Ongolwijn en, like always, met Armin Sha en Yuki Christus. Sha, naar de versiering. En jullie zien hier geld. Waarom ligt dat geld hier op tafel? Beste mensen, dit is 500 euro. Dit is 500 euro. We hebben een afspraak gemaakt, Armin. En ik Ik geef hem, wat wil jij vragen? Als hij alles goed heeft, geef ik hem met liefde deze 500 euro. Als hij één fout heeft, geeft hij mij met liefde zijn 500 euro. En de winnaar geeft Yuki 10%. Love dead, let's go. In ieder geval, <laughs> we gaan. gaan we gaan meteen, starten. gaan we er meteen in? Laten we gelijk beginnen. We gaan meteen. Wacht, Armin, hoe voel je je hierbij? Ben je fit? Zelfverzekerd? Ik ben confident, man. Ja? Let's go. Oké, okay. okay. let's get it. Dan gaan we gewoon meteen starten. Ja. Armin, hoe is hij? Goed. Je valt niet onderweg gaan? <laughs> we gaan meteen beginnen. Let's go, let's go. Als je één fout hebt, maakt niet uit waar die fout is. Ben je fire. Gelijk. Ben je fire? We kunnen wel, we gaan hem wel gewoon afmaken. Ja, ja. ja. Maar ja. je bent wel fire. Ik vind ja. het moet naar twee fouten, man. Nee. Nee. Okay. nee, nee, nee. Dat is goed. We hebben de hand erop gezet. Oké. Okay. De eerste. Stel je nou eens voor, we zijn in Sneek. In welke provincie zijn we dan en wat is de hoofdstad van die provincie? Friesland, Leeuwarden. Easy job. Die is in de pocket. We gaan naar vraag twee. Wat steek je spreekwoordelijk onder de riem? hart. Easy job. Dat is twee. Nog tien te gaan. Het Romeinse cijfer XVIII. Welk cijfer is dat? XV. Drie keer I. XVIII. Dat is 18. Easy job. Wow. Wow. Nog 9 te gaan. Hoeveel waddeneilanden eilanden zijn er? En noem ze op. Oef. Um, hoeveel waddeneilanden? eilanden? Kan ik ze gewoon gelijk opnoemen? Ik kan ze gelijk opnoemen. Tessel, Vleeland, Terschelling, Ameland, Schimonik Oog. Zeker, helemaal goed. We zitten nu op vier, hè? Nog acht, toch? Ja. ja. Nog acht vragen te gaan. Hoe voel je je? Uitstekend. Oké, okay. daar is een mooi. Wie staat in de boeken als de ontdekker van Amerika? Naam en achternaam. Naam en achternaam. Ja. Columbus voornaam wat is het? Columbus, Columbus, Columbus. Naam en achternaam joh. Naam en achternaam. Die is wel Broja Fano. Is die Broeja? Vind jij hem Broeja? Nee. Hij is niet Broeja, nee, bro. Zeg je eerlijk? Hij is niet Broeja. Maar ik vind, ik vind achternaam voldoende. Hij is echt niet Broja. Dit is de, de vraag die ik komende zondag, wat weet jij Rotterdam gaat checken, komende vrijdag, dus komende zondag, heb ik precies deze gesteld. Columbus, Columbus, Columbus. Een naam, bro. Mag geen intreven. Nee, 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 geen, geen. Oké, mag je later op terugkomen? Volgende vraag of, of Je hebt niet dat gezegd dat, je... dat dat niet mag. Nee, mag, oké, okay. okay, is goed. Okay, maar hoe okay. ga je? Ja, oké, okay, weet je wat? Is goed. Okay. Ja, je mag er later op terugkomen. We gaan door. Hij komt er later op terug. We hebben nu nog zeven vragen. Hoeveel minuten zijn 10 keer 45 seconden? Hoeveel minuten zijn 10 keer 45 seconden? Ja. 10 keer 45 seconden. Hoeveel minuten? Zo. 10 keer 45 seconden. 10 keer 45 seconden is 450 seconden. Ehm... Uh, 450 seconden. Dat wel een stomme vraag. Um. Ja, dit is een lastige. Heb <laughs> ja D Dit is een lastig. Ja, wat, maar wat wordt het? Ja. Wat wordt je antwoord? Um... Hoeveel minuten? 7,5 minuut. Klopt. Duurde even, maar het ja. klopt wel. Um... Nog zes. Ja, we hebben er ook een, ja. Ja, oké. Okay. Ik, moet, ik moet even opschrijven. Nog zes volgens mij. Nog zes vragen. Wat is een kwart van de helft van een kwart? Nog één keer. Wat is een kwart van een helft van de helft van een kwart? Een kwart van een helft van een kwart. Dus een kwart van de helft van een kwart. Hoeveel is dat? Een kwart is, uh, ff, laten we zeggen, 0,25. De helft daarvan is 12,5. En een kwart daarvan. is. 3,33. Nee, 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 nee. 0,3333. Maar leg je het wel goed uit? Nee, ja, ik leg het goed uit. Maar ik weet niet. Hij is sowieso uh, best wel moeilijk gaan. Of ik zou het anders doen. Ik heb het antwoord trouwens niet erbij. Wat ik zou doen. De kwart van de helft van een kwart. Dus je gaat zeggen: het gaat, je bent bij de kwart. Dus dat is 0,25. Ja, een vierde. Dus dat is een vierde. En dus, de helft daarvan. De helft daarvan is 0,125. Dat is de helft van een kwart. Ja. En daar een kwart van. Dus dat is 1 vierde van dat. Ja. Dus 0,125, een kwart daarvan, toch? Ja. Dat is 0,3. Oh, zo kan je het ook doen. Nee, ik had gewoon... Ik, had, ik, ik zou het een stuk makkelijker doen. Dus ik weet niet eens wat het... Dames en heren. Wat het, wat het, wat het in... Dit is ook vaag. Ja, maar ik zeg nee, ja, ik, vind goed, nee, maar ik vind dit ook gewoon... Nee, maar ik vind dit ook gewoon geen goede vraag, man. Waarom is het geen goede vraag? Kijk, hoe ik het zou doen, hè? Dus ik heb het antwoord niet eens erbij. Ik heb het nee. antwoord niet eens erbij. Nee. Maar hoe ik dit zou doen is. Uh, je hebt een kwart. Daar een helft van is. Een achtste. Daar een kwart van is. Een zesvierensvierigste. Zes, ja, maar dan moet je het vragen ja. breuken. Dus, nee, maar dat hoeft niet in breuken. Hij kan het ook zo doen. Dus als het 0,33 is, zegt hij. Als 0,33. Heb je ook gelijk? Was dit ah, een nee, vage vraag? Het is een hele normale vraag, bro. Wat is een. Helft? Nee, wat, wat zei je? Wat vroeg ik eigenlijk? Laat me, laat me het oplezen. Is, is geen gekke vraag. Dit dus, dus vind ik dus, redelijk shaky. Ik vind maar hem goed. helemaal niet shaky eigenlijk. Ik zeg, wat is een kwart van de helft van een kwart? Hoe je hem beantwoordt, breuken, decimalen, mag allemaal. Als je hem in decimalen goed hebt, is hij ook goed. Ik kan je niet dwingen om het in breuken te doen. Ik zou het in breuken doen. Is makkelijker. Maar dus als jij gelijk hebt, en het is 0,33, dan heb je gelijk. Ik, oh. weet of, ik weet niet of dat het is. 0,033... 033. 0,03. Oké. 0,03. 0,03. oké. Ik doe 125 gedeeld door 4. Ja, nee, gaat hem niet worden, man. 125, nee, maar waarom 125? Nee, 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 nee ja, hij zegt dat gewoon algemene niet. De, 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 de kwart van de helft van een kwart. Ja, maar jij deed de kwart van, van 0,25, toch? Nee, maar nee een je moet dit doen. Een kwart, een kwart van, ik, laten we dan is 0,25. Ik ga het ik noteren. Ik weet, wat, ik weet wat, je, wat je moet noteren. Wacht. Kijk. Nee, maar je moet de kwart van dat kwartje, toch? Dus je moet de kwart van... Hond, hond nee, wacht, 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 wacht. Kijk. Dit, dit is hem. Dit. <coughs> questionable, man. Het is niet zo questionable, hè? Maar ja, wat je ook kan doen is gewoon... Kijk, als het breuken was... Ja, ja, 4, ja, je, hebt ja, je doet het alsnog mis. Bro, ik zei 0,03. Dit is 0,03. Je, je zegt 0,033. Laat me zien. Je zei 0,033. Nee, hij zei net 0,03, man. Oké, okay, nou... Nee, hebt het goed? Je zei 0,03. Nee, nee, hij, hij zei dat eerst, maar hij heeft het net gescheurd okay. naar 0,03. Is goed, is goed. Ja. Je, hebt het, je hebt het bij het, bij het rechterpartij. Bro, maar dat, dat is toch het antwoord dat ik hier had, bro. Is hetzelfde, je hebt... Jij hebt toch iets anders? Ja, maar ik ja, bedoel okay. maar van, nu kan ja, je al ja, zien ja, van... Oké, oké, oké. We gaan door. We ja. hebben er nog vijf, waar je nog op één terug moet komen. Hoe noem je de regeringsvorm waar één persoon of een kleine groep de absolute macht heeft? Een regeringsvorm. Ja. Uh, een regeringsvorm waarom één persoon de macht heeft. Die ideologie is fascisme. Maar dat is niet het antwoord op deze vraag. Aristocratie? Niet het juiste antwoord. Theocratie? Ook niet. Weet jij het antwoord? Nee. Wacht, 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 wacht. Misschien wil je gewoon nog iets zeggen. Bij een één persoon of één, ma één een kleine groep, groep de absolute macht heeft. Oh, een, een ja, dictatuur? Dat is het antwoord dat ik zocht. Maar dat is geen regeringsvorm, bro. Het is geen. Dat is geen regeringsvorm. het. het. googelen? Ik... Je kan het gewoon googelen. Mm. Want je zegt ik kom met gekke dingen, maar je kan het gewoon googelen. Hij Thank kijkt you. ook van nou, oh, hoor het, maar google het maar. maar is mijn google het. Je mag het ook zelf googelen. dictatuur. Google het, google het. Wat is een dictatuur? Een dictatuur is een regeringsvorm waar Dank alle je wel. Ja, Thank you very much. En dit zegt ChatGPT hè. Thank you very much. Maar google het ook zelf. Je mag het ook zelf googelen. Mag het ook zelf googelen. Ja, dik dat u. Dankjewel, dankjewel. Oké, okay, maar we gaan nog door. We gaan nog door. We hebben er nog vier. Zijn het vier? Volgens mij vier. Ja, want okay. bij zes waren we bij die breuken. Ja, we hebben er nog vier. Welke dieren maken honing? Bijen. We gaan door. Um, je hebt vijf kaarsen. Ja. Iedere kaars brandt twee uur. Ja. Je steekt ze allemaal tegelijkertijd aan. Hoe ja. lang branden ze? Dus je hebt vijf kaarsen. Ja. Ik steek ze tegelijk aan. Ja. En elke kaars duurt twee uur. Ja. Dan in twee uur gaan ze allemaal uit. Oké. Okay. Toppie. Dus we hebben nog drie. Ja. We hebben er nog drie. Um, Oké. Okay. Het vak Geschiedenis. Je staat hier gemiddeld een 7 voor. Je doet heel erg je best om dit vak goed te doen, want je wil die 7 behouden. Oké. Okay. Je krijgt een geschiedenisboek voor je. En je moet bladzijde 8 tot en met 91 leren. Hoeveel bladzijden moet je leren? Om die 7 tot een voldoende te houden. Nee, hoeveel bladzijden moet je leren? Bladzijde 9? 8 tot en met 91. 8 tot en met 91 moet je leren. Hoeveel bladzijden moet je leren? Dat zijn er. 8 tot en met 91 zei je. 83. Fout. Wow. Ik heb een 7. Ik heb een 7 voor geschiedenis. Ja. Sta ik gemiddeld? Ja. En ik moet leren en ik wil het behouden. Ja. En ik moet bladzijde 8 tot en met 91 leren. Ja. Voor een toets. Ja. 8 tot en met... Hoeveel bladzijden moet ik leren? Ja. Hm. Ja, ik dacht... 8 tot en met 91, dat zijn 83 bladzijden. Echter... Ik ga het makkelijker voor je maken. Dus het is toch aan fout, we gaan het makkelijker maken. Doe bladzijde 2 tot en met 11. Hoeveel bladzijden moet je dan leren? Wacht, hij heeft het nu fout. Hij heeft het staan. Oh, dan ga ik het zeggen. Nee, maar misschien oh. wil, wil je nog zelf erop komen. Of ja, je mag het ook. Of, mag hij het zeggen? 85? Nee. Mag je het zeggen? 92. Nee! Wauw. Nee, 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 nee. Doe het makkelijker. Doe bladzijde 2 tot en met 11. Wat zegt je eerste gedachte? Hoeveel moet je leren? 9 bladzijden. Oké, okay, tel. Ja. Ja. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, tel 2 tot en met 11. Oh, 2 tot en met 11? Ja. Dus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hoeveel zijn dat? Ik heb niet eens geteld. Tel, tel, tel op je hand. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. Ja. Ah. Oh, Dat dus Nee, ik zei. Uh, wat was mijn vraag? 84. 84. 84. Hij zei 83, 84. dus hij zei 84. Oh, nou, ja, fuck up. We gaan door. We hebben er nog drie. Volgens mij drie. Oké. Okay. De ABC-eilanden bestaan uit welke eilanden? Um, Aruba, Bonaire, Curaçao. Ja, oké. Okay. We hebben er nog twee. Hoe heten de kinderen van Willem, Alexander en Maxima? Amalia, Alexia en Ariana. Goed. Woordspellen. Een woordspellen. Dit is het woord dat ik heb voor komende zondag. Wat weet jij, Rotterdam? Spel het woord Chihuahua. C-H-I-U-A. Nee, C-H-I u -a. i u a Nee. <laughs> Chihuahua. C-H-I. U-A-U-A. Nee. Weet jij het spellen. C-H-I-H-U-A-H-U-A. Ja. Dat is hem. U mag uh, 500 euro incasseren Jokie, bedankt voor de sponsoring. toch, <laughs> <laughs> ik wil het toch berekenen. Het is 4,50 trouwens. Je ziet het. We winnen was onmogelijk te pakken Maar die helft van een kwart van de helft vond ik van een kwart. ik van ik vond ik questionable. ik ik van ik een, het, het, het keem, was was geen, van ik van ik vond ik van ik Christopher ik Christopher ik van ik van ik van ik van ik nee, ik ik zag ik van 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 ik ik van ik van ik ik op ik gegeven ik Maar ik van ik Je ik sowieso ik 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 ja. ja, maar ja. Kijk, weet je wat is het je is, bij, bij die vraag. Je moet, ga je tellen je, je van moet die tot bladzijde waar je bij nee, start... Nee, dat wat jij deed, dat kan je, kon je doen. Zeg maar. Ja. ja, maar daar ga je niet aan denken, toch? Omdat je dan van 8 naar 91 moet tellen. Oh nee. Je, je moet die denken, bladzijde dus erbij optellen. Ja, maar, bro, onmogelijk. Verder heb onmogelijk ik het redelijk. Dat was gedaan. onmogelijk. Dat die dit allemaal goed zou hebben. Je hebt 11 van de 13 goed. Columbus ja, moest ik dan nog ja. zeggen. Je hebt het goed gedaan, maar het was onmogelijk bro. Nee, het was niet onmogelijk. Bro. Onmogelijk. Het was echt niet onmogelijk. Nee, het was TV, nee kijk, oké, okay, laat me het anders stellen. Het was niet onmogelijk. Maar ik wist dat het niet zou gebeuren. Het was niet onmogelijk. Dat is wat anders. Het was dat niet onmogelijk. En de vragen waren super diezen. Ik wil nu ook niet. Oh, de vragen waren gek. De vragen genakt. waren. Onmogelijk. Hij is genakt. Oeh. Hoe is hij genakt? Nee, hij is gewoon vijf gegaan door die bladzijde Tony. Zonder dat had hij het gehad. Nee, maar die Zo. dictatuur toch? Dictatuur had hij niet. Ja, wel. Nee, die had hij niet. Ja, bij het derde antwoord had ik. Hij ja. oh, oh, ja. oh, aristocratie. aristocratie. Huh? Oh! Ja, snap je? Ja, dus de van is streng. Maar hoe gaat je mind helemaal naar aristocratie? Ik, ik snap weet het, het ook niet. niet. En, weet je wat Oh nee, nee. Omdat ik echt in regeringsideologieën uh, ging, uh, ging kijken. <laughs> en de grap is, zeg maar, komende zondag toch, is wat, weet jij, Rotterdam? En een goon had eigenlijk fout soort van. Dus bijna douche verloren. Na twee fouten. Hij had de vlag van uh, Indonesië fout. Hij zei Polen. Mm -hmm. En bij dictatuur zei hij iets anders. Ja. Wat er wel vlaggen trouwens, vlaggen trouwens. Ja, doe jij wel goed. Zet ik een douche op, ik weet ze allemaal. Ja, man. Maar... Ja, nee, ik weet het. Ik weet hoe goed, jij bent met vlaggen. Ik had eigenlijk ook vlaggen erin, maar ik dacht, ja, het slaat nergens op. En ik had ook. Uh, als iemand ervoor open staat, ik, kan, ik wil echt 5k erop zetten, man. Ja, maar ik weet ja, alle vlaggen. Jij, jij kent vlag, ja, ja, okay. wel, wel echt veel vlaggen. Ik ken ze allemaal, bro. Letterlijk. Ook, die, ook van Polynesië, bro. La, Letterlijk. La, 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 Letterlijk. Breng mij nu een vlag uit je emoji, ik weet het meteen. Geef me nog een momentje. Geef me nog een momentje. Vijf, 4k voor de vorm. Alle, alle, alle vlaggen, allemaal. Oké, okay, en dan spang. Wacht, wacht, wacht. Ik ga jouw barkie die ik van jou heb gewonnen, inzetten. Oh. Alle vlaggen, hè? Letterlijk, hè? Nee, ja, ja, maar wacht ja. maar voor hoeveel gaan jullie? Hoeveel vlaggen gaan? ga je doen? Mm, maar je. Ey, nu, het gaat zeg maar ook voor de kijker. laten we gewoon <laughs> snel een paar pakken. Ja, oké, okay, gewoon, okay, doe okay. gewoon pa okay. drie. Pak er snel een paar. Ja, ja, ja. ja. Uh, nee, ik ga zoeken. We doen later. Ik, ik, ik weet niet wat. Pak ik 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 gewoon emojis. Doe eentje waarvan je denkt. Pak oh, ja, gewoon een random emoji. Um, check je emoji's gewoon bij die vlaggen. Um, Ja, Jokie, pak, pa pak, nou. pak een paar. Pak er gewoon een paar. Dan zit het te lang. Oké, wacht, laat me kijken. Boys! Okay. Gewoon een vlag! Eentje die ja. echt apart is, zou je denken, wat is dit? Hij moet zelf ook weten um. waar die vlag is, toch? Ja, toch. Oké. Okay. Wacht. Mm. Oké, okay. vlag. Ja, maar deze ga ik kennen, deze is niet thai. Ook oh, bij afbeeldingen, Maar oh, bij die afbeeldingen staat het zeg maar eronder. Dus ik moet even een screenshot maken. Moet ik het eruit knippen? Bro, je kan ook gewoon dat vlaggetje in Google intypen. Talk ja, out. maar dan krijg, nee, krijg je het nee. eronder, zeg maar. Beste mensen, ondertussen, dat is nog steeds. Convo, Show. Oké. We zijn hebben vlag 1. Nepal. Oké. Okay. Nee, had je, ik had het je niet kunnen okay, zeggen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. oké. Um, dat is vlag, vlag 1. Vlag 1. Hoeveel gaan we dat doen? Nee, maar wacht. Doe je niet voor dat geld nu? Ja, ja. Gewoon een okay. honderdje. Toch? Gewoon, ja. gewoon een honderdje, zegt die man. Ja, man. Uh, even kijken. Gekke vlag, hè? Laat me ook een vlag zoeken. Dat zijn... Kom in die vlag. Kom in die vlag. Kom, het, is kom, vlag kom. het is een vlag van een land. Ja, ja, ja. ja Oké, okay. yeah. okay. okay. okay, kom in die vlag. Fiji. Echt gelijk? Ik heb die bakje al verloren, man. Oké, okay, nog drie, nog drie. Gewoon 5 Oh, British Virgin Islands. Oh, het was Fiji. Ik kom die barkie niet. Ik kom die bark niet. Ik die barkie. Was dat land? Hij verloren! Tuvalu. Ja. Hij verloren. Nee, 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 nee. het met jullie. Nee, 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 nee. Boris was aan site. Ik de Hij vroeg nog, mag ik ook. Deze barkje hoef ik niet Boris was aan site. Breng vlaggen, breng vlaggen. Ik ga het goed. Precies. goed. Dit was een site. Uh, ik ga dit doen. Mm. Tuvalu. Foppe de Haan was haar bondscoach. <laughs> dat weet ik wel. Uh, Eiland in Oceania. Wist je dat Tuvalu in hun website afkorting TV is en dat ze daar zeg maar een hele grote basis hebben waar internetrouters zitten die Int internet websites beheren, die eindigen op tv. Dit is echt zo. En dat, daar draait de, het hele land op qua economie. Omdat het yeah? .tv is, ja man. Dat is ja, man. Dan doe je punt .nl hebt, punt .br. Van Brazilië, de, de, Deze aflevering wordt zo kut voor mensen op de rug. Daarom willen hey, we dus, ja, dan niet lang. Nee, maar, ja, maar, maar we weten toch niet dit, We moeten toch dit, zoeken? Dit, bro, bro ga naar je emojis. Pak die vlag Nee, hey, maar ik mee. ken die model niet. Ik, ken, ik, ik, ik moet toch ook weten wat het is? Jij kan, ja, bro, net zoals jij net je kan die vlag zei. toch in Google intypen? Dan ga je op, ik krijg je gelijk van: dit is die vlag. Ik heb een, ik heb een, Wauw. Kijk, kijk, kijk. Dit is ongelofelijk, dames en heren. Oost-Timor. Sterk, sterk, sterk. Okay, een Shout-out naar Timor Steffen. Timor. Het eindigt op Uatu. Maar wat voor Uatu? Uatu. We hebben antwoord van je nodig, Armin. Ik heb een antwoord nodig, jongen. The biggest sha, let's go. <laughs> <laughs> ja. hey. Dat is... Ik zeg Uatu. Het is. van Uatu. Ga slapen, man. Maar ik vind het. Nee, maar ja. ik zeg je eerlijk, ik vind het echt hard dat je dit wist. Ja, hij is wel soldaat. Je hebt het fout, maar het was hard dat je hem wist. Macau. Kijk, deze vlag. Voormalig Portugese kolonie, Tantoe voor casino's. Hey, Armin, Armin is vandaag door. Die vlag hij je het wel goed. Ik, ga, ik hoef die barke niet. Maar. Die dertien vragen. Um, ja, bij dictatuur ging gewoon lef, man. ging te moeilijk. Het is dus een ja. dictatuur. Ja, 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 ja. Ja, 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 weet je die? Ja, ja, ja. Ja. Ik ging gek. Daarom, toen je zei theologie, dat is godsdienst. Door. Ja, bro, dat hij ging dacht... helemaal... Aristocratie, ik begon heen. bij aristocratie. Oh, ja, 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 ja. Maar ik zit nu in mijn... Ik lees veel geschiedenisboeken, dus... Ik ben ja, maar Ganesh Ghosn had bijna alles goed. Hij zei daar oligarchie, man. Heel oh, dichtbij. Ja, nee, ja, Heel dichtbij wel. Want kijk, puur dat ding bij dictatuur... wat mensen ervan uh, van dictatuur afhoudt... is dat je ook zegt groep mensen. Ja. Dan gaan ze denken in... Een vorm met meerdere ja, 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 ja. mensen, snap klap, je? Klopt, klopt. Dus maar klap. nee man, maar de Armin, ik vind dat ja, zeer, zeker hebt gedaan zeker, man. Zeker, 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 zeker. Ja man, een domme de jongen ben je zeker niet. Een domme jongen ben je zeker niet. En mooie kleding, hopelijk dat je gaat uitzoeken. Ik, ik, ik wil wel uh, zien ik ga, ik ga natuurlijk wel de foto's sturen. Dank Dank ik ga natuurlijk wel de Dank foto's sturen. De kleedjakka die je eigenlijk niet zelf al bij had, dat was... Ja, hij is nog steeds zonder man. Ja, ik hoor het. Ze is er straks uit, denk ik van ja. Fuck the hood maar naam. man. Wat? Hoe bedoel je? Hey, stop met deze dingen, stop met deze dingen, we zijn op cam. Hey, beste mensen, hoe lang zijn we aan de episode? Hé, oké, Kom, begin gewoon een nieuwe episode, bro. Dan was dit gewoon die Gimmers alleen. Ja, dit is echt Oh ja, dat katerde wel. Oké, hey, beste mensen, we gaan even een andere aflevering opnemen. Ja, het was een groot spelletje. Dit was, wat weet jij? X, de vlaggen, X, Convo, We hebben genoten, hopelijk jullie ook. Het was even een side quest. Nog steeds 5 sterren geven. Nog steeds doorluisteren, nog steeds doorkijken, want we zijn ook op scherm. Vergeet het niet, zeg je vrienden, ga comfort checken, man. Wauw, man. En volgende week hebben we een aflevering met 4K Boris. Ja! Ja! Geweldig. Ja, ja. ga waardig. Ja, ja. ga naar... Boris, checken. dankjewel. Hey. <laughs> Rustig aan, Boris. Love! <laughs> oh,